Victor Wiers, typograaf van het Lloyd Hotel en culturele ambassade in Amsterdam. U bent geboren in 1932 in Amsterdam. En u heeft achtereenvolgens de Nijverheidsschool, de Grafische School gedaan. En vanaf dat moment begint eigenlijk uw werkzaamheden als schilder, beletteraar, typograaf. Ja. Kunt u mij misschien iets vertellen over de periode dat u werkte voor de Scheepvaartmaatschappij Nederland hier in Amsterdam? Dat was mijn eerste baan. Ik ging er als speelse jongen naartoe. En het was natuurlijk prachtig om op grote zeeschepen te werken. We moesten allerlei bordjes maken voor passagiers verboden en toegangsdeuren enzovoort. Voor de bemanning ook. En de toestanden die er aan boord gebeurden. Dus u maakte u ook menukaarten? Nee, dat was echt werk van hele grote ontwerpers. Dus het ging eigenlijk meer om de routing door zo'n schip heen, om de kamernummers, aankondigingen. Aankondigingen, verboden waar de passagiers niet mochten komen, de scheiding tussen eerste en tweede klas, et cetera. Had u dan een vaste plek in Amsterdam waar u werkte? Of was dat was het atelier? We hadden dus op de scheepvaartmaatschappij zelf was dus een groot atelier waar al deze dingen werden voorbereid en bewerkt, de letters geschilderd. We zaten daar met vier man aan het werk, dus de losse bordjes. En soms moesten we aan boord het nodige schilderen. Soms tussen de hele grote huizenhoge machines, motoren. Prachtig natuurlijk. En je kon een schip van onder tot boven doorlopen. Schitterend. En het was altijd hetzelfde lettertype voor alles? Nee. Dat veranderde. En dat was voor de eerste klas iets mooier als voor de verboden voor de derde klas passagiers. Eerste klas had bij wijze van spreken een schreefletter. Ja. Of, ja, inderdaad, een schreefletter. Of met pootjes. Of in ieder geval. Krul eraan, ietsje mooier. Ook de ramen waren dus beschilderd en helemaal bewerkt. Dus, en vroeger ging dat met andere middelen als tegenwoordig. Daar werd op het glas heel dun materiaal geplakt met zeep. Groene zeep en dan wat uitgeschilderd moest worden. Dat werd goed schoongepoetst en geschilderd. En later kon je zo de overige vel eraf halen. Wat ze tegenwoordig dus met folies doen. Met stickers, ja. Ja. Meneer Wiers, die schepen, lagen die hier aan de Oostelijke Handelskade? Nee, aan de overkant eigenlijk, hierachter. Daar heb je dus een met de brug die hier loopt. Het Java-eiland, zeg maar. Het Java-eiland, ja. En aan de kop van het Java-eiland was dus de Maatschappij Nederland. En je liep dan hier langs het Lloyd Hotel? Ja, nou, soms ging het met bootjes. En dan ging 's morgens, met het begin van de werktijd, kon je bij het Centraal Station op een bootje stappen, naar de maatschappij. Maar dan stap je gewoon direct van het bootje op het schip? Op het schip. Of op de kade, waar je wezen moest. Dus dat was. En dan hing er voor al het personeel hing er een penning. En die moest je, als je aankwam, moest je die omdraaien. Ten teken dat je dus aanwezig was. En was het nou zo, want ik keek dan natuurlijk uit op het Lloyd Hotel, was het wat toen tot de verdeling sprak? Het was eigenlijk een beetje vreemd voor ons, want het was 48, dus het was een beetje vervallen, tenminste vervallen, maar heel anders. Het is eigenlijk een jeugdgevangenis geweest. We hebben dus gevangenen gezeten vanuit de oorlog, maar dat is dus even voor die tijd geweest. Maar het gebouw op zich was dus niet zo echt urgent in gebruik. Meneer
letters op schepen, letters op de Oranje bijvoorbeeld. Ja. En daarna ging u aan het werk. Was een van de jongsten bij een schildersbaas. U heeft onder andere voor de Turbach gewerkt. Ja. Heineken, ja. Redestein en KLM. Wat KLM. Deden deze bedrijven? KLM maakten we dus etalagestukken voor in etalage. Bijvoorbeeld op het Leidseplein had je een zaak van, van de KLM. En daar werden elke maand hele nieuwe etalagestukken gemaakt van hout. En die werden gespoten en die werden dus helemaal beschilderd eigenlijk. En voor de Vedestein maakten we eigenlijk showpoppen van licht metaal. En die werden dus... Eerst de grondlaag werd gemoffeld en wij moesten dus de hele decoratie erop aanbrengen van een boerinnetje en die een autoband in haar handen hield. Dat waren stukken van 2,5 meter groot. Dus, en voor al deze bedrijven, voor de lichtreclames, voor de Turmac en reclameborden voor de sigaretten, wat vroeger heel urgent was en veel voorkwam. Dus, lichtbakjes, dat was in die tijd wel iets anders dan ze nu zijn. Ja, vroeger werd het, heel in het begin werd er wel gescreend, maar ze kwamen niet in die grote mate voor, zoals nu in de massa-artikelen. Vroeger werd het de lichtbakjes meestal met de hand gedaan. Gesneden of gekleurd of met transparante verf behandeld. Of een kunststoffen. Die werden er opgeplakt. Maar er waren verschillende mogelijkheden toe. Er waren ook bierglazen die dus voorgevormd waren. En die werden dus van blank materiaal. En die werden helemaal gespoten met de schuimkraag en de druppel die er langs liep. Helemaal perfect. Na die periode van het werk voor verschillende bedrijven ging het werk voor de PTT. Ja. PTT in Haarlem, Was een hele, eigenlijk een van de eerste centrales, telefooncentrales in Nederland. En die was helemaal zwart, met kooldraadlampen nog verlicht. En eigenlijk uit de 1900 tijd, zo, dat idee. Nou, en die hebben we eerst helemaal grijs moeten schilderen, lichtgrijs. Al het metaal voor de rekken en alles wat er omheen, tussen de draaiende apparatuur door. En toen moesten er allemaal letters opgezet worden. Van 111, 222, alsof de mensen niet tellen konden. En op afstand van 20 centimeter stond er bijvoorbeeld 3x1 of zo. En op elk draaibaar onderdeel, dat was allemaal genummerd. Ook de tellers, waar iedereen dus zijn telefoonrekening voor kreeg. Daar stond voor iedere abonnee had een tellerkapje of een tellertje. En dat moest ook een nummer op. Daar stond dan het telefoonnummer onder? Dat stond boven, aan de bovenkant op de rand. Dus het was een vierkant of een langwerpig kapje van 2x1,5 centimeter of iets groter. En met een glazen venstertje erin. En daar, aan het bovenrandje, daar moest het telefoonnummer op. Dus laten we zeggen 2323. De eerste van het blok van 100 stond bijvoorbeeld 23.000 op. En daar stond er 1, 2 en zo tot 99 aan 10. En die werden eens in de twee maanden gefotografeerd. Die speciaal... nummers werden allemaal gefotografeerd? Ja, daar kwam een speciaal mannetje voor. En die kwam... Die reisde het hele land af en die maakte dan een opname. En zo konden ze dan berekenen hoeveel? Dat was allemaal voor de computertijd.